Opdracht 5. Bepaal de OT of de oxidatiegetallen van alle atomen in volgende samengestelde stoffen en bereken daarna de som van alle oxidatiegetallen. Koolzuur, dat weet jullie natuurlijk al direct, dat dat H2CO3 is. En dan gaan we eens kijken hoe het zit met al deze atomen in deze verbinding. Het makkelijkste is eigenlijk om eerst de EN'tjes op te schrijven. De EN van O is 3,5. De EN van koolstof is 2,5. En de EN van H is 2,1. Dan kunnen we onze pijltjes tekenen. Hier wint O. Voilà, dus eigenlijk gaan alle gemeenschappelijke elektronen naar O toe, zowel die van C als die twee van H. We beginnen met H. Ongebonden, dat betekent dus gewoon een H-atoom, ik teken het er eventjes boven, die staat in groep 1a, dus heeft één valentie-elektroon, dus 1. Gebonden heeft H, oh, hij geeft dit eentje af aan O, dus hij heeft er eigenlijk geen meer over. Hij heeft er dus 1 minder, ik schrijf het hier ter info op, 1 minder, dat wil dus zeggen plus 1. Dan kijken we naar O. O heeft er ongebonden, periodiek systeem zien we dat hij 6 valentie-elektronen heeft, dus we schrijven op 6. Gebonden, even kijken, O die heeft er normaal 6, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die krijgt zowel die van H als die van C naar hem toegetrokken, dus dat zijn er 2 meer, dus 8. 2 meer. Dus dat betekent min 2, want 2 negatieve ladingen meer. Dan heb je ook nog koolstof. Koolstof staat hier. Ongebonden, kan je in het periodiek systeem zien, heeft koolstof 4 valentie-elektronen. Gebonden, ja eigenlijk geeft hij ze allemaal weg aan O. Deze 2 geeft hij aan deze O, deze aan deze O en deze aan deze O. Dus hij heeft eigenlijk niks meer over. Hij heeft er dus 4 minder, dus plus 2. We weten al dat de totale som van alle oxidatiegetallen 0 moet zijn. Ik schrijf ze eens allemaal op. Dat betekent de OT van H maal 2, want er zijn 2 H'tjes in de formule, plus de OT van C, plus de OT van O maal 3, want er zijn 3 O'tjes in de formule. Dus de totale som is dus, ja, 2 maal plus 1 is plus 2, plus 4, plus 3 maal min 2. Klopt het nu? De som is dus min 6, plus 4 is al min 2, plus 2 is 0, dus dat klopt. Gaan we verder naar ammoniak of NH3. N, hier een H, hier een H en hier een H. Dus N heeft 1, 2, 3, 4, 5 valentie-elektronen. En met deze 3 deelt hij met H, zodat N 8 valentie-elektronen krijgt. En deze H is eigenlijk 2. Iedereen bereikt dus de edelgasconfiguratie. De EN van H is 2,1. De EN van stikstof is 3,0, vindt in het periodiek systeem. Dus N wint al deze elektroontjes voor zich. Ongebonden, ja, stikstof staat in de groep 5a. Dus 1, 2, 3, 4, 5 valentie-elektronen. Schrijven we dan ook maar op. Gebonden, hij heeft er normaal 1, 2, 3, 4, 5. Hij krijgt er nog 3 van H, dus hij heeft er 8. Hij heeft er dus 3 meer, dus min 3. H ongebonden, in het periodiek systeem heeft H 1 valentie-elektron.
In gebonden toestand, ja, H geeft zijn elektronen af, dus heeft hij er geen over. Hij heeft er dus 1 minder, dus plus 1. De totale som kunnen we ook gemakkelijk berekenen. Ik schrijf het eerst helemaal op. De OT van H maal 3 plus de OT van N. En dat wordt dan 3 keer 1 plus 1 keer die van N is min 3. Dan krijg je inderdaad 3 min 3 is 0.